Ik zie mensen vaak mijn poot terug in alle fasen van de revalidatie, dus vlak na het hersenletsel, later, maar zeker ook nadat ze weer aan het werk gegaan zijn. Mensen na hersenletsel willen graag hun leven weer oppakken en daaronder valt ook werk, dat is een heel belangrijk deel van het leven. Dus mensen gaan eigenlijk weer volop vaak aan de slag. En daarmee lopen mensen toch vaak tegen problemen aan als ze minder kunnen concentreren, snel afgeleid zijn, het tempo niet aankunnen, minder flexibel zijn. En dat geeft toch bij heel veel beroepen problemen. Die worden daarbij over het algemeen begeleid door bedrijfsarts en daar enigszins in ondersteund en misschien in afremd. Maar ik zie toch vaak mensen hun grenzen voorbij gaan en op de toppen van hun tenen lopen om toch hun werk te kunnen doen. Dat gaat dan een tijdje goed. Je ziet het vaak dat het ten koste gaat van het privé-situatie, waarbij die balans werk-privé toch in onbalans raakt. En dat mensen toch na een half jaar, maar het kan zelfs na een jaar zijn, toch vastlopen in hun werk. Inmiddels alweer beter gemeld zijn, maar dan toch vastlopen en dan wordt het vaak geduid als een burn-out, terwijl het eigenlijk toch de late gevolgen zijn van het hersenletsel, die niet erkend zijn en niet goed begeleid zijn. Mijn naam is Koen van Bennekom en ik ben werkzaam als revalidatiearts in revalidatie in mijn wijk aan zee, Heliomare. En ik werk met name mensen met hersenletsel. Zowel de vroege revalidatie als revalidatie terug naar huis, maar ook terug naar werk. En vanuit die positie ben ik aangesteld als hoogleraar aan het Cornell Instituut van het AMC. En werk met name met onderzoek bij mensen die terugkeren naar arbeid na hersenletsel.